Welkom bij Kikker TV. Op zaterdag 16 november was Sinterklaas te zien in Braaskens nadat hij een tussenstop had gehouden in Groningen. Veel kinderen kwamen hier naartoe met hun ouders. Ook Kikker TV was hierbij. Hallo allemaal, leuk dat jullie kijken. We zijn vandaag aangekomen in Braaskens, zoals jullie kunnen zien in dit filmpje. Wat je ook in dit filmpje kan zien, zijn allemaal verstopte chocoladeletters. Jullie moeten ze heel goed zoeken en tellen hoeveel het er zijn. En als je het antwoord weet, dan zet je het onder het filmpje. Wat je niet moet vergeten is natuurlijk het filmpje even delen en liken. En dan maak jij misschien kans op een Kikker TV t-shirt en natuurlijk win je ook een chocoladeletter. Ja, Sinterklaas die heeft een hele mooie boot. Vol met cadeautjes, oh hij is zo lekker groot. Hij komt gevaren over de zee. En neemt voor alle kinderen cadeautjes mee. Een mooie boot. Ja, Sinterklaas die heeft een hele mooie boot. Vol met cadeautjes, oh hij is zo lekker groot. Hij komt gevaren over de zee. En neemt voor alle kinderen cadeautjes mee. Hoe blij ben jij dat Sinterklaas er weer is? Heel blij. Ja? Heb je al een verlanglijstje gemaakt? Nee. Waarom ben jij niet op de boot mee, Piet? Ik ben geen Piet. Oh, jij bent gewoon verkleed als Piet. Hoe blij zijn jullie dat Sinterklaas er weer is? Leuk! Heel leuk. Heel leuk. Ja? Was je een beetje zenuwachtig? Nee, niet echt heel. Niet echt heel. Maar wel een klein beetje? Ja, dan wel. Sinterklaas in Braaskens, heeft u de weg goed kunnen vinden? Ja, ik zat eerst even naar Groningen natuurlijk voor de staf. Heb ik gelukkig kunnen vinden weer terug. Op tijd in Braaskens. Wel een drukke dag, hè? Ik zweet ervan. Ja. Maar gaat u dan vanavond lekker lang slapen? Nou, ik denk niet. Het is steeds druk. Ik heb natuurlijk ontzettend veel kleurplaten gekregen van alle kinderen. Die moeten wij bekijken. Dus onder het hond van een lekkere rode wijn. Huh? Met de pepernoot? Nou, die word ik onder die rug. Gaat u maar gauw terug naar de kind? Ja, dankjewel. Geniet ervan. Ja, dankjewel. Zak vol koekjes, speelgoed en prentenboekjes. Wie brengt de zak vol lekkers mee? Sint-Nicolaas, hoezee. Zwarte Piet ging uit fietsen. Zeg, Piet. Ja? Nou was je toch niet aan het slapen, hè? Nou, ik was wel een beetje aan het slapen. We hebben natuurlijk zo'n drukke nacht gehad ook. Nou ja, we moeten natuurlijk vannacht weer op de daken, dus ja. Oh, maar dat is wel goed nieuws, want dan kan iedereen dus zijn schoentje zetten. Nou, voor de kindertjes die natuurlijk braaf zijn geweest dit jaar, is dat natuurlijk heel erg goed. Maar voor de kindertjes die een beetje stout geweest zijn... Maar dan heb ik gelijk een vraag over dat schoentje zetten. Hoe zit dat nou? Jullie komen door de schoorsteen. Maar wat als je nou geen schoorsteen hebt? Dat mogen we eigenlijk niet verklappen. Is dat een geheim? Dat is een geheimpje van Sinterklaas en de Zwarte Pieten. Als ze een beetje braaf zijn, dan weten we altijd een manier... Om dan, als het niet door de schoorsteen is, op een andere manier binnen te
ons vanavond een bezoek. En strooi dan wat lekker. Wat ga jij zeggen tegen Sinterklaas? Dat ik Sinterklaas lief vind. Ben je blij dat hij er weer is? Ja. Vond je het niet een beetje spannend dat hij, of hij wel kwam of niet kwam? Ja. Dan ging het eerst al mis bij het journaal. Vanmorgen met die staf en zo, hè? Ja. En hier ging het weer mis. Ja. Heel veel kindjes hier. Het verbaast me ontzettend. En ik vind het altijd jammer dat er soms te weinig tijd is voor echt iedereen de hand heeft. Maar ja, dat kan niet anders. Hè? Maar er komt nog wel toch Sinterklaas? Dat komt. We zijn er nog een paar weken, dus het komt allemaal. Het is geen probleem. Wat in mijn schoentje. Mooi wat in mijn laarsje. Ik ga even kijken hoor, zoek de verschillen. Mooi wit, zwart. En, maar ik heb geen wit. Maar ik heb glitters! Jij hebt glitters? Nee. Heb jij glitters? Zoeken. Nee, maar ook geen speld. Dit is de jongensversie dan. Ja, waarom ben jij zo mooi? Wil je later ook een Piet worden? Ja. Welke Piet wil jij worden dan later? Want je hebt een hulppiet, een paardenpiet, een wat voor Piet heb je nog? Yes. Een duikpiet, een kunstpiet. Dat bedoel ik, welke wil jij worden dan? Kunstpiet. Kunstpiet, en wat doet hij dan? Ja, doet allebei kunstjes maken. Bijna. Bijna. Laat maar zien. Laat maar zien. Even een beetje ruimte maken. Sure. Wow. High five. Toppie zeg. Echt goed. Hij kan het wel al goed, hè Piet? Ja, die kan het zeker goed. Dat is er eentje voor de Pietenschool. Goed onthouden. Ja, dat ga ik zeker doen. U komt uit Spanje? Ja, mijn man, hè. Mijn man. Uw man. En hoe zijn jullie hier gekomen? Nou, wij komen extra. Sinterklaas hebben wij begeleid met de Zwarte Pieten. En dan komen wij kijken of alles goed gaat natuurlijk, hè. En wat vindt Sinterklaas ervan om hier weer te zijn? Weet u dat misschien? Oh, die vindt het zo fijn, want die had toch wel een beetje angst dat er allerlei moeilijke mensen waren. Maar nee, die kinderen die zijn er wel in zo'n veelvoud. Ongelooflijk, ik geloof dat je nog nooit zoveel kindjes hier gezien heeft. Mijn schoentjes in alles gekregen van die beste Sint, van de liefste Sint. Iedereen mag zijn schoen zetten. Zelfs, ze zeggen wel eens alleen de kinderen, maar ik vind oud en jong. We maken gewoon alles. Oh, dan ga ik gewoon naar huis mijn schoen zetten. Ik zeg niet dat er iets in zit, maar je kunt hem al zetten natuurlijk. Ja, hè? En een liedje zingen. Dat mag ook, als ik het maar niet hoor. Sinterklaas maakt ook grapjes. Ja, dat zijn we voor in Nederland natuurlijk. Zeker wel. Ja. Van die beste Sint. En ga je vanavond je schoen zetten? Ik heb mijn schoen nog gezet. Oh, ben je nu op je blote voeten dan? Nee. Ik heb mijn schoen weggepakt. Je schoen staat al klaar? Ja. Oké, okay. En wat hoop je dat erin komt? Pepernoten en cadeautjes. Deze week was de Kikke Kidscam te vinden bij Art Cornelis, onze jonge vliegende reporter. Hij nam de camera mee naar school en maakte een filmpje over de kerstpakketten van de Sint-Bavo. Zo, ik heb lekker gesprongen, maar nu even wat anders. We gaan kijken bij de Sint-Bavo hoe het zit met de kerstpakketten. Ik vind het een goede actie, want dan kunnen kinderen helpen om andere mensen die het wat moeilijker hebben, om die te helpen.
Doet u er zelf ook aan mee? Ik ga straks of van de week in een van de klassen kijken. En als iemand nog iets mist in zijn kerstpakket, dan stop ik er misschien wel een pak koffie in of wat ze nog nodig hebben. Voor welke gezinnen zijn het? Het is voor gezinnen die hier in Zeeuws-Vlaanderen wonen, waar het moeilijk is omdat bijvoorbeeld de vader geen werk heeft of de moeder of allebei geen werk, zodat ze toch met kerst ook eens een extraatje kunnen krijgen. Ik vind het een goede actie van mensen die geen kerstpakket kunnen kopen, ja, kerstspullen, dat ze dat gewoon krijgen. Dat vind ik dus goed. Doen jullie er zelf ook aan mee? Ja, met onze klas. Ja, we moeten allemaal iets apart meenemen van de lijst. En dat doet elke klas, dus iedere klas heeft één kerstpakket. Wat vindt u van de actie? Ik vind het een hele goede actie. Ik vind het mooi dat mensen wat voor andere mensen over hebben. Doet u er zelf ook aan mee? Jazeker. Ik zal ook het een en ander in de doos doen. Oké, dank u wel. Graag gedaan. En jullie succes met de opnames. En ik hoop dat veel mensen naar deze opname gaan kijken. Wat vindt u van de actie? Ik vind het een hele goede actie. Mensen die iets minder te besteden hebben, die krijgen op deze manier toch ook een leuk kerstpakket. Er zitten hele leuke dingen in en ook lekkere dingen. Dus ik denk dat ze er heel erg blij mee zullen zijn. Heeft u er zelf ook aan meegeholpen? Ik heb nog niet meegeholpen. Ik ga nog wel een bijdrage leveren, maar ik ga kijken in welke kerstpakketten nog iets tekort komen. En daar kan ik ook iets bij leggen. Wat vindt u van de actie? Ik vind het een heel goed initiatief, want het is goed dat er dingen worden ingezameld voor mensen die het minder hebben. En heeft u er zelf ook aan meegeholpen? Ja, ik heb een kersthanger meegebracht om in de doos te doen. En zo heeft iedereen wat meegenomen. Dit was Kikker TV. Bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie nu wat meer weten over de voedselpakketten. Maar ik wil even mijn energie in wat anders steken. Ik ga springen! Vorige week werden de European Music Awards gehouden in Amsterdam. Veel leerlingen keken hiernaar. Wij vroegen op het Zwingcollege de leerlingen om een mening of dat ze het eens zijn met de uitreikingen. Hallo, welkom bij Kikker TV. We zijn vandaag op het Zwingcollege en we gaan kijken naar de eerste audities van de Bonte Avond. Kijken we of er extra dit jaar zijn. Hoe heet de band? Onze band heet Springtij. Hoe zijn jullie bij die naam gekomen? Dat was een keer de competitie. En dan kon je iets winnen bij ons op de camping en dag slapen. En er was een naam dat het is, Springtij is. En dat vonden we wel een leuke naam, dat hebben we gekozen. Jullie hebben net auditie gedaan, maar jullie zijn erachter. Ik wel. Ja, ik niet zo. Nee. Nee? En ging het goed of slecht? Nou, ging niet zo heel goed. Nee, mij niet. Ik had er meer van verwacht. En hoe komt het precies? Het is sowieso mijn drumstijl, dat is een andere drumstijl niet van school. En dat klinkt anders en dan vind ik dat wel moeilijk te spelen. Ja, ik speelde wel op mijn eigen gitaar, maar het klonk zo anders. En Robin zat, hij zat helemaal aan de andere kant. Die zat achter het publiek en wij stonden aan de andere kant. Dus we hoorden elkaar niet zo goed, dus dan gingen we elkaar te maat. Je hebt net de auditie gedaan. Was je zenuwachtig? Nee, deze keer eigenlijk helemaal niet. Ben je de vorige keer ver gekomen? Ja, toen heb ik ook het Bonte Avond gespeeld.
Dat ging dan uiteindelijk wel goed, ondanks dat je zenuwachtig was? Ja, dat ging heel goed. En heb je er nu ook veel vertrouwen in dat je doorgaat? Ja, ik denk wel dat ik door ben aan de bondavond zelf. Ik ga de Cold Shoulder zingen van Adele. En waarom ga je dat zingen? Nou, omdat ik zit onderhand al 2 jaar op zangles. En ik heb dit liedje, deze tijd, deze periode. En ik vond hem al gepast, zeg maar, voor de auditie. Het klinkt ook al goed. En ik had maar keuze uit 2 liedjes. En zenuwachtig ervoor? Nee, niet echt. Ik denk pas als straks de auditie komt. Ik zie jullie 2 van de juryleden van de Bonte Avond. Wat vonden jullie van de audities tot nu toe? Nou, we hebben er nog niet zo heel veel gezien, maar wat we gezien hebben, dat was al best goed. En wat letten jullie zoal op bij de audities? Of de acts interessant zijn en leuk blijven om naar te kijken. En dat er ook genoeg variatie in zit, zodat alle acts, alle onderdelen die kunnen gebeuren, aan bod komen. Hoe zwaar telt jullie stem mee, omdat er nog meer juryleden zijn? Hoe werkt dat precies? Is dat met percentages? Of hoe? Nee, we gaan aan het einde gaan met z'n allen bespreken van wat was die goed of was die beter. En dan komen we samen tot een conclusie. Maar dat is niet echt stemmen, het is gewoon echt bespreken met z'n allen. Ja. Ja. En waarom hebben jullie voor deze muziek gekozen? We wilden voor deze combinatie eigenlijk. We wilden iets anders. Ja. Iets wat nog niet echt was geweest. En dat vonden we wel heel leuk. En denken jullie dat jullie doorgaan naar de rondavond? Nou, we hopen. Ja. Ja, we hopen. Ja? En wat als jullie niet doorgaan? Nee, dat is dan jammer. Ja. Zou je niet iets anders willen proberen dan? Niet per se. Dit was Kikker TV. Bedankt voor het kijken. De volgende audities van de Bonte Avond zullen in januari plaatsvinden. Tot dan. Sinterklaas komt op 16 november na een kijkje te nemen in Braskens ook terecht in Oosberg. Onze Kikker Kids reporter Yara maakt hier een filmpje van. Sinterklaas is weer in het land en dat moeten we gaan vieren. Hip hip hoera! Het is weer december, de Sint komt eraan. Pepernoot, taai, chocola. Drie dingen die op mijn Vond u het een beetje leuk vandaag? Ja, het was geweldig, hè? Je hebt gezien hoe enthousiast al die kindjes allemaal meededen. Ik heb er echt van genoten. Heeft u zelf ook meegedanst? Nee, ik heb niet meegedanst, want ik heb natuurlijk al een hele reis achter de rug. Hè? De Sinterklaas was blij dat hij even op de stoel kan zitten. Hè? En heeft u veel vragen gehad? Ja, heel veel vragen. Maar ja, het zijn elk jaar dezelfde vragen, hè? Pepernoot, taai, chocola. Sint, kom snel, of ik word gek. Sint, kom snel, ik heb zo'n trek in. Als u, zeg maar, een kind was, wat zou u dan in uw schoen doen? Nou, een briefje en dan misschien wel de vraag om een mooie bouwdoos van Lego of zo. En wat van Lego? Technisch Lego. En wat van technisch Lego? Oh, je hebt een heleboel soorten. Hè? Je hebt treinen en je hebt boten en je hebt van alles. Met de computer, dat kan van heel veel. Hè? Wie vindt u de liefste Piet? De liefste Piet? Ja, dat is een gevaarlijke uitspraak. Hè? Want als ik zeg van dat is die, dat ga ik niet zeggen. Want dan voelt een ander zich van dat vinden ze niet leuk. Hè? Ze zijn allemaal lief. En vindt u zelf eigenlijk de kleur wel bij u pas? De kleur bij mij passen. Ja, rood. Dat had u liever groen gehad? Nee, rood. Rood past het beste bij mij. Ja, dat is echt zo. Pepernoot, taai, taai, chocola. Pepernoot, taai, taai. Pepernoot, taai, taai. Kelly de Val. Ja, ik vind het wel leuk. Vooral voor de snoep. Ja,
teamgenoten gehad? Een paar. Ja, één. En hebben jullie het wel naar jullie zin dan? Ja hoor. Ik hoef geen computer, ik hoef geen tv. Wat vind je ervan? Ja, dat is wel heel erg leuk eigenlijk. Ik vind het hartstikke leuk dat al die kindertjes zijn gekomen. Al die kindertjes zijn gekomen. Alleen voor die lieve, lieve Sinterklaas. En heb je al veel pepernoten moeten uitdelen? Ja. Oh, ik ben helemaal moe ervan. Ja, echt. Ja. En nou, mijn pepernotenzak is leeg. Dus ik moet terug naar Bakkerspits. Dus ja. En dat ga je wel doen, zeker? Ja, tuurlijk. Al die lieve kindertjes, die verdienen toch pepernootjes. Ben ik al tevreden. Pepernoot, taai, chocola. Sint, kom snel of ik word gek. Sint, kom snel, ik heb zo'n trek. Wat vindt u van het Sinterklaasfeest? Leuk, leuk, hartstikke leuk. Al veel pepernoten uitgedeeld? Heel veel pepernoten uitgedeeld. Bergen. Bergen. Deze ja, echt heel veel. Pepernoot, taai, taai, chocola. Wat vond u dan precies van het Sinterklaasfeest? Heel leuk. En heb je ook een vraag aan Sinterklaas gesteld? Nee. Waarom niet? Dat ik er niet wou. Had je geen vraag te stellen? Ik had wel een vraag, maar iedereen die had die al gesteld. Dus ik kon geen vraag meer stellen. En wat was de vraag dan? Hoe ze binnenkwamen. Hoe ze binnenkwamen? Als ze geen schoorsteen hadden. Heb jij een schoorsteen in je huis? Dat weet ik niet. Pepernoot, taai, taai, chocola. Chocola, la la la. Chocola, la la la. Chocola, la la la. Wat vind je nou precies van het Sinterklaasfeest? Ik vind het eigenlijk wel leuk. En heb jij veel pepernoten? Ja, maar er zat eigenlijk een gat in mijn zak, dus alles viel er eigenlijk uit. Chocola, la 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 la. Chocola, la la la. Chocola, la la la. Chocola. Bedankt voor het kijken en allemaal jullie schoenzetten vanavond, hè? Doei! De Vuurtoren in Braskes heeft sinds vorig jaar een nieuwe beheerder. Dit was ons allereerste Kikken TV filmpje. We zijn nog steeds hier ontzettend trots op en we hopen nog veel meer filmpjes te kunnen maken. Waarom is een vuurtoren er eigenlijk? Nou, die toren die is dus gezet hier in het belang van België, voornamelijk Antwerpen, de haven van Antwerpen natuurlijk. Voor de verlichting die aan het Killetje. Het Killetje, dat is dus het haventje hier van Nieuwesluis. Dat is hier een 500 meter verderop. Je moest de monding van de Schelde een beetje in de peiling houden. Dat er iets gebeurde hier, als je iets verdacht zag, de reddingsboot van Breskens dus inschakelen. Ja, nu is dat allemaal voorbij in verband met die satellietnavigatie en alles. Is het niet meer nodig, die toren veilig. Nou is het veilig meer een, ja, in de toekomst een toeristische attractie. En België heeft hem nu weg aan Nederland, als het ware. En dankzij die stichting kan hij blijven bestaan. En kan ook het licht weer aan branden, dat hoort er ook bij. Hij is geplaatst in 1868, ongeveer 150 jaar ondertussen geleden. De jaren 60's
zoals ze die noemen, van de 19e eeuw waren op het zeevaartgebied heel belangrijke jaren. Ook voor de Westerschelde. De stoomvaart begon meer en meer op te komen. Antwerpen, die toen, mag ik niet vergeten, de tweede grootste haven van de wereld was, na New York. Het was inmiddels de bedoeling om ook bij nacht, dus permanent, de haven van Antwerpen te bereiken. Nee, er was hier geen douche en ook geen waterleiding, zelfs geen toilet. Dat was toen nog niet in orde gemaakt. En dat is feitelijk nog niet. Nou ja, dan moest je maar naar buiten toe. Op een bepaald ogenblik was er dan ook sprake dat België, die de rechtmatige eigenaar van deze vuurtoren is, er zou overgaan tot het afbreken van deze vuurtoren. Toen zijn we eigenlijk wakker geschoten als stichters van de stichting en willen het belang van die vuurtoren toch doorgeven aan de volgende generaties. En wat betekent de vuurtoren voor Breskes? Nou, voor Breskes. Ja, het is gewoon een eigen, je bent er eigen aan, je weet niet beter, alle Bresciaanders van jongs tot oud. Dus dat zou wel erg zijn als die weg zou moeten. Nee, gelukkig gaat dat dus niet hoor. Nee. Dat is wel fijn hoor, ja. De vuurtoren staat er nu al bijna 150 jaar. De constructie is zeer solide en als die de huidige opknapbeurt overleeft, nou, dan staat hij er zeker en vast nog een 100 tot 200 jaar. Ik hoop dat hij nog ontzettend lang mag bestaan. Voorlopig 1000 jaar en dan zien ze wel verder. Grote succes van de Zoma werd er een extra voorstelling georganiseerd. Onze kikkerreporter moest hier een kijkje bij nemen. Goedendag, vandaag zijn we te gast bij het Ledelplein, bij het Ledel Theater. De musicalgroep De Zoma heeft een extra voorstelling van de Ziel en Zaligheidsshow. Wegens groot succes is dat een extra voorstelling geworden. Ik heb hiernaast bij me mevrouw Karien Berlijn, zesde voorzitter van De Zoma. De Zoma, hoeveel leden heeft dit? We hebben een 34 leden, maar de voorstelling wordt gespeeld met een 50 personen. Het is wel een gigantisch succes dit jaar. Heeft u enig idee hoe dat komt? Ja, mond-op-mond reclame denk ik en het slaat aan. Dit concept wat we nu voor de tweede keer doen, dat slaat gewoon aan. De mensen vinden het ontzettend gezellig en mooi om te zien. En het is een echte show en ze genieten en dan krijg je mond-op-mond reclame. Dus dat is heerlijk voor ons. Ik sta hier met John Bolsius, artistiek directeur van het Ledel Theater. Groot succes, de vierde voorstelling. Ja, heel groot succes. En ik ben erg blij voor De Zoma dat het zo leuk loopt. De lokale groepen doen het goed, hè? Heb ik de indruk? Lokale groepen doen het hier altijd goed. De Zoma heeft nogal een verandering ondergaan. Kunt u zien dat het aanslaat? Het slaat zeer zeker aan. Je zag vroeger wat een teruglopende toename. Of afname van operettenbezoek. En met deze hebben ze een hele goede boost gegeven. Fijn dat het Ledel zo spontaan meewerkt, want dit is een ingelaste voorstelling. Is zoiets moeilijk te plannen? In dit geval was het niet zo moeilijk te plannen, omdat het podium en het licht en geluid was toch al allemaal ingesteld. Dus dan is het alleen maar een kwestie invoeren in de computer en zorgen dat zoveel mogelijk mensen deze kant uitkomen. Hey, big spender! Dames, 1200 mensen hebben jullie bekeken. Enorm succes. Wat vinden jullie ervan?
Ja, geweldig. Ja, kan niet anders zeggen. Het is gewoon Jan Pluim, ons werk. Waar denk je dat het succes te danken aan is? Ik denk dat dat te danken is aan het enthousiasme van de groep en de inzet van iedereen voor en achter de schermen. Ik heb veel enthousiaste reacties gezien en gelezen. Heb je zelf ook nog iets gehoord? Ja, vooral via Facebook. Veel complimenten. En natuurlijk na de show, als je een drankje met fans zeg maar, kan drinken. Dus de reacties zijn erg lovend. Dat is heel leuk. Leuk. Worden er nou handtekeningen gevraagd of word je al herkend? Nog niet, maar in het dorp, aan school en zelfs in de supermarkt krijg ik inderdaad hele leuke reacties. Ik sta hier met Martijn, Francisca en met Peter, de eerstejaars lichting voor Zoma. Hoe is het jullie bevallen? Ja, eigenlijk heel goed. Onze vrouwen van Peter en mij, die deden voorgaande jaren al mee. En ze kwamen mannen tekort, dus ze vroegen van of wij zin hadden om mee te doen. Dus dat hebben we gedaan en ik moet zeggen, want het is ontzettend leuk. Een hele leuke groep, van jong en oud. Kinderen doen ook mee. Gewoon één groot feest vanavond. Francisca, het is echt een familievoorstelling. Ja. Heb je al nog familie gezien die jou heeft bekeken? Ja. Bij de première was familie aanwezig. En vanavond komt er ook nog heel veel familie. Dus dat is hartstikke leuk. Oké, Peter, ook jij bent eerstejaars. Het spat eraf dat jullie plezier hebben. Hoe hebben jullie dat voor elkaar gekregen? Nou, ik denk wat Martijn al zegt. De groep aan zich, de cohesie in de groep is gewoon ontzettend goed. En als je bijna anderhalf jaar met elkaar samenwerkt en oefent, dan ontstaat dat eigenlijk vanzelf. Joris, je bent de enige jongen. Heb jij het leuk gevonden tussen al die meisjes? Ja, best wel. En zou je het leuk vinden als er nog jongens bij komen? Ja, best. Hebben jullie een beetje last gehad van de spanning? Ja, heel veel. En waarom was jij gespannen? Voor het liedje waar ik op mijn saxofoon moet spelen. En is er nog verder iets wat jullie willen vertellen over de voorstelling? Ja, ik vond het heel spannend toen ik kreeg de microfoon, toen ik moest ook zingen. En worden jullie al een beetje herkend en dan moeten jullie wel eens handtekeningen uitdelen? Nee. Ik ben echt heel herkennend. Bijna iedereen kent me dan. Ik sta hier met het creatieve hart van de Zoma. De voorstelling is voorbij. Vanavond hebben jullie nog de laatste voorstelling. Rini, Arnie en Erik. Ik wil jullie eerst complimenteren, want het is een prachtige voorstelling gebleken. Extra voorstelling betekent ook een succes. Wat vinden jullie daarvan? Een meevaller. Heel leuk. Ruim 1200 mensen zijn bij jullie geweest. Is dat iets wat jullie hadden verwacht? Nou, ik persoonlijk wel, maar ik roep me waarschijnlijk altijd te hard. En ik vond het fantastisch dat 3 volle zalen echt uitverkocht. En daarom vanmiddag dit extraatje is heerlijk. Rini, jij hebt ook nog een hele moeilijke rol. Veel complimenten hoor ik daarover. Heb je dat ook gehoord? Ja, dat hoor ik inderdaad na afloop natuurlijk. En dat zeggen ze. En dat vind ik ook heel erg fijn. Aan de andere kant, het is ook half mijn beroep. Dus ik moet dat ook wel goed doen. Je bent een veelzijdige man. Kunnen we nog een keertje iets van jou verwachten waar je ons nog meer mee verrast? Want de lat ligt nu wel hoog, hè? Zeker weten. Ja, ik ben al met allerlei nieuwe dingen bezig. En die zullen zeker in het publieke domein ook weer naar boven komen. Het zijn de theaters, zij op straat. Maar je hoort nog meer van Furini. Arnie, jij bent ook bekend in de regio. Doe je nog meer dan alleen de Zoma? Nou, op dit moment niet. En ik moet zeggen, om zo'n show, het muzikale deel doe ik. Om dat allemaal in goede banen te leiden. Nou, daar kun je eigenlijk niet veel bij doen. Wel hier en daar eens iets, een beetje zangcoaching. Maar al mijn tijd gaat echt in de Zoma. Dus op hobbyniveau, amateurgebied. Dus het is eigenlijk bijna niet te doen. Nog iets erbij. Het is gelukkig terug te zien. Erik. Ik heb begrepen dat het een voorstelling was met een randje, of we over de grens gingen of niet. Was het moeilijk om die grenzen in oog te houden? Nee, we gaan geen grenzen over.
En natuurlijk, als je een echte nachtclub hebt, zou je echt moeten strippen. Maar dat gaan we maar niet doen, lijkt mij. Dat is in zekere zin dan ook een grens overgaan. Hè? Een echte nachtclub, dat gaan we wel. En wij doen dat dus heel bewust niet. Dat is een grens oversteken. Ja, dat is onze en grens. Een beetje theater moet ook wel grenzen. In ieder geval er tegen aanschuren, anders pakt het niet. Nee. Nou, je ziet het, is een spraakzame stof wat het in beweging heeft gebracht. Ik wens jullie voor vanavond een fantastische voorstelling. En sterkte met het zwarte gat hierna. Dankjewel. Oh ja, dan spelen wij gewoon sandwich. Zeg! Jij in het midden, hè? Ik sta hier met Sven, die heeft de show gezien. Sven, wat vind je ervan? De show vind ik ook wel heel leuk. En ja, de show ook best wel mooi. Want ja, mijn groot neef Glenn, die is ook al 21 en die speelde daar ook in mee. Dus dat was ook wel heel leuk. Ik vond het een hele mooie, leuke voorstelling. Echt heel gezellig. Na het zien van die fantastische voorstelling is uw reporter de weg kwijt. Ik weet niet meer of ik moet kiezen tussen zaligheid of zie hem. Dit was de weekuitzending van deze week. Tot volgende week!